Die ligt hieronder? Hij ligt onder, ja. Ik heb het aan wat je denkt. Ja. Echt mooi, met een paardje gewoon. Ja. De derde erbij. Hoppata. Ik wil hem. Als je vast Ik ga er ook even terug mee bemoeien. Ja, ja, nou is hij van mij. Ja, dat moet je bij zijn, hè? Nou, is hij van mij. Ja. Ja, met die poort. Verder, dan begin je het zonnetje op te spelen. Dat is wel een leuk filmpje. Spelende puppies. Ja, dat is wel geweldig hoor. Dat wisten wij ook niet hoor, want dan had ik hem ook gewassen. Ja, dat was ik ziek al geweest. En dan hoor ik dat soort muziekje, denk ik, waar komt dat dan aan? Ja. Het is wel makkelijk, zuchten is ook Engels. Ja, ja. En beugingscursus. Ja? Hé. Hey. Ik wil dit ook niet.
Ik. Kom, doe hem aan. Wat is het ding? Hm. Hier, Felici. Het is een meid. Hm? Ja, dat is toch inderdaad wel wat voor die beestjes als ze daar inderdaad allemaal uit elkaar gaan, hè? Ja. Dus, ja. Dus is allemaal ergens wild vreemd, ja. Af en aan een hondje erbij en misschien het maar te redden, hè? Goed zo. Wat ik van die grote kip heb zo, hè? Maar ik denk altijd die puppetje neemt mee, maar zo'n klein kippetje is wel leuk. Ja, hey! Hey man! Hey, onder dat hok legt nog een vriendje van die klimop, hé. Dat is heel interessant. Ja. Ik ben toch vragen wat vast is, hè, want ze heeft een grondkant. Ja, op vast. Ja, ja, het ja, is ook cool, hè. Kijk, oh, dat zijn we. Kijk, twee man. Ja, die met dat gele, dat is inderdaad een pittige tante, hoor. Nou, die kinderen zijn ook heel actief. Ja, ondernemen. Ja, dat is goed daarvoor. Bij ons in de wijk loopt er ook zo'n jokje rond met die ene, die terrier, met drie poten lopen. Oh, die Jack Russell, ja. Die Jack Russell, dat is ook zo leuk. Die ook zo'n manneke, weet je, met dat hondje. Ja, ja. En overal waar je die jong ziet, is dat hondje ook, weet je wel. Hier, ja, die mensen die hebben eerst geprobeerd met een hond die van Olga van Dijk was. Olga van Dijk die heeft ook gevoeld. En die had.